Eva heeft echt prachtig lang haar. Er zit een hele mooie kleurnuance in. Maar heel vaak weet ze niet wat ze ermee moet doen. Ze wil het heel graag opsteken of kunnen leren vlechten voor een feestje of voor een festival. En ik ga u laten zien hoe dat heel erg leuk kan. Ik gebruik een crème voor het haar, om het haar wat rustiger te maken en tegelijkertijd wat meer grip te geven. Het zorgt ervoor dat al die kleine, fijne haartjes allemaal een beetje gepolijst worden en dat het mooi in het hele kapsel samenkomt. Ik wil graag iets meer een kruin maken, iets meer bolling maken op de kruin. En tegelijkertijd ga ik een filler bevestigen onder het achterhoofd. Waardoor ik van tevoren wel even de eerste aanzet moet toperen om dat te kunnen realiseren. En dan ga ik een beetje toupage aanbrengen. Echt aan de eerste 1,5 centimeter van de hoofdhuid. En je zult gelijk al zien dat we daardoor meteen een gewenste volume creëren. En een hele mooie basis om een filler in vast te zetten. Dit is de filler. Dit is een kussentje. Deze geeft enorm veel grip qua schuifjes en steekspelden. Die geeft heel veel stevigheid qua kapsel. Je kunt ze heel goed bevestigen aan het haar. De filler ga ik in de lengte plaatsen, net onder haar achterhoofd. En door middel van schuifspeldjes ga ik die vastzetten in de basis die ik zojuist heb getoupeerd. Nu pak ik de buitenste twee passés, behoorlijke plukken, die haal ik helemaal naar achter toe, over de filler en die ga ik twisten. Ik ga ze over elkaar heen bewegen en dan allebei naar rechts en vervolgens rechts over links. Allebei naar rechts, rechts over links. Doe je dat niet, dan draai je hem in elkaar, dan ben je de twisttechniek kwijt. Ik zorg dat ik een flinke punt overhaal, want nu ga ik de twist uitwerken. Zodat hij er maximaal vol en bollig uit komt te zien. Dan pak ik een elastiekje en ik sluit de punt af. Door middel van deze steekspelden zet ik hem nu vast op de filler. Nu pak ik deze hele passé aan deze rechterkant. Twee gelijke gedeeltes maken. Allebei naar rechts draaien en rechts over links kruisen. Dezelfde manier naar rechts draaien en rechts over links kruisen. Van onderaf aan ga ik hem weer heel rustig voller maken. Met deze steekspelden ga ik ze grip geven. En eigenlijk het kussentje op deze manier volledig gebruiken. Het geeft eigenlijk een beetje een klassieke manier van opsteken weer, wat je toch ook heel romantisch kan dragen. En dit kapsel kan je natuurlijk eindeloos personaliseren. Je kunt je voorstellen als je een hele klassieke dame in je stoel hebt, dat je wat rustiger houdt. En als je iemand hebt van, hé, ik wil je als heel romantisch, dan kan je mooi met verse bloemen gaan werken of met steentjes. Maar voor een feestje is die zo eigenlijk al helemaal klaar. Als je nou gaat trouwen, Eva, dan is dit toch je trouwkapsel, hè?